Elektrisch rijden met een unieke meerwaarde. Dat is het gevoel dat u krijgt als u een proefrit maakt met deze vierwiel aangedreven elektrische auto. De twee elektromotoren worden door een 300 volt lithium-ion accupakket met een capaciteit van 12 kW aangedreven. De 2 liter benzinemotor die gekoppeld is aan een 70 kW generator kan de beide elektromotoren van stroom voorzien. De Outlander beschikt over 5 ruime zitplaatsen en is wegenbelastingvrij. Bent u geïnteresseerd in een proefrit, dan bent u van harte welkom in onze showroom aan het Vetkamp in Nijkerk. En FC Utrecht heeft afgetrapt voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen SDC Putten en FC Utrecht. Voor SDC Putten vroeg al in de competitie natuurlijk. Utrecht is al een paar weken bezig onder leiding van de trainer, nieuwe trainer Erik ten Hag. Nu Utrecht in balbezit, rustig kijken, opbouwend. Waarbij aan de rechterkant wat ruimte ligt bij Patrick Joosten. Werd niet op tijd gezien. Moet Utrecht nu vanuit achteren proberen de bal naar voren te krijgen. Nu wel aan de rechterkant Joosten in gevecht met Rick van der Brink. Komt er langs, weet de bal voor te zetten. Maar dan kan de bal weer uitverdedigd worden door SDC Putten. En dan nu SDC met Buter die de bal ver naar voren speelt. Kan SSC toch doorgaan met Oldhuis, met de bal naar de rechterkant van het veld. Nou, misschien dat hier wat uit kan komen, maar er komt niets uit, want de bal wordt ingeleverd. En kan Utrecht weer even over gaan nemen. Even kijken en zoeken. Doorspelen is niet goed. Maar het doorjagen van Putten levert toch balbezit op met Julian van der Brink. Van der Brink, voorzet. Maar die verdwijnt over de achterlijn heen. Komt de hoekschop. Ingekopt en gaat hij erin? Nee, hij wordt voor de lijn weggehaald. Goede mogelijkheid voor Putten. Misschien nu een voorzet komt of gaat hij voor de actie. Nou, hij geeft een voorzet. Even teruggespeeld door Joosten. En nu kan misschien Utrecht wel wat doen. Er komt de schot en die werd van richting veranderd. De schot van Bart Ramselaar. Als de doelman... Bednarek de bal meekreeg aan Koem. Koem, kijken, waar kan ik heen met de bal? Weinig beweging, ook voorin niet. Maar er komt ook dat de spelers van Putten er kort op de man zitten. Die maken het dan Utrecht moeilijk. Misschien nu een lange bal naar Kluiber. Die kan hem meenemen. Nou, misschien Kluiber met de kans. Komt de voorzet. En dan op de hand. Ja, dat is geen bewuste hensbal. Want... Maar ziet u dan nu naar de linkerkant. Ja, dat is goed. Bal voor, ja, komt niet helemaal lekker voor. Komt er dan een schot? Ja, de schot komt er wel van Kluiber. Maar die verdwijnt een aantal meters naast het doel. Nou, nu met wat ruimte meer misschien voor SSC Putten. Die nu misschien uit kan komen. Maar dat lukt niet omdat Koem goed een slijding maakt. Voordat Van der Brink gevaarlijk kan worden. Ja, misschien de bal naar de linkerkant. Hij gaat zelf. En, nou, daar zou ik maar een keer schieten. Dat doet hij dan. Maar Manuel Hogewoning ziet de bal aankomen. Haller. Joosten. Nou, nu de kans dan voor Utrecht met Kluiber. Maar die ziet dan de linkerkant van het veld. Heeft Lars Bakker voor hem. 1-2 man kwijt nu. Nou, misschien kan Joosten nog wat mee. Ja, die krijgt hem voor en dan gaat hij erin. Nee, die gaat er niet in. Ja, een beetje lastig binnendoor. Een beetje dom uitverdedigen van de Leuf. Ja, die zit er goed tussen. Die nieuwe aanwinst afkomst van Rijnsburgse Boys. Ja, nu wordt hij vastgepakt. Vrij trap genomen, Jollo. Met de voorzet en nou... En in één keer, maar naast het doel, Dimitri Jollo. Nu de bal naar Quincy van der Leuf. Nou, toch nog een kans misschien voor Putten. Alleen het schot van Julian van der Brink gaat ver naast het doel. Eenmaal kwijt door het midden heen nu. Kijken of nu Utrecht er wat mee kan. Nee, weer even niet.
Letschertal naar links. Barisite, schot en een katachtige redding van de doelman, maar een wel hoge woning. Weer opnieuw proberen een opbouw te doen. Joosten door het midden heen. Nou, Ramsla. Gaat er nu in? Ja, nu gaat er wel in. En is het Utrecht die dan toch op die 1-0 voorsprong komt. Nu benut het wel de ruimte. Door het midden naar Haller. Haller, Barazite. Maar die schuim weer. Maar er komt er weer goal van. Niet de goal van Diemus. En dan in de rebound verdwijnt de bal heel hoog over het doel van Buluriti. Buter. Ja, dan moet het snel gaan. Links ligt heel veel ruimte. Maar dat heeft hij niet gezien. Ja, en dan is de samenwerking even niet goed. Niet bij Joosten, maar daar komt de bal niet. Dat komt bij Ramselaar. Nu is de ruimte weg en is het Jollo die er even tussen zit. Toch weer Utrecht in balbezit. Kluiber, even rustig terug naar Diemers. Diemers Barazite, handig hakje. Nou, Joosten, kun jij er wat mee? Eenmaal kwijt, een schot en nou! Handig wegdraaien van Ramselaar. Ja, goed gezien Kluiber, het moet een goede voorzet komen. Die komt wel, maar dan zit. Komt de hoekschop. Ja, met een gelukje. Komt hij dan. Opnieuw de hoekschop vanaf de rechterkant. Nu Haller met de kopbal. En zo tikken de laatste secondes weg van de eerste helft. De laatste speelminuut. En dan zullen er heel wat nieuwe spelers bij Utrecht inkomen. Maar dat zal bij SSC Putten ook gaan gebeuren natuurlijk in de tweede helft. Er zullen ook heel wat wissels gaan komen als Utrecht nog een keer probeert aan te zetten. Nu aan de linkerkant met Barazite. Is Bakker nu kwijt, kan 16 meter gebied in. Ja, nu komt de Buten tegen, nu de bal voort, maar daar zit de Hoogwoning goed bij. Diemus zal hem gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Terwijl er 45 minuten op de klok staan. Komt de bal voor. Hoogewoning stond de bal uit het 16 meter gebied. Kan weer opgevangen worden door Utrecht. Nu met Ramselaar. Diemus, handiger langs een man heen. Nu nog een goede voorzet. Komt de voorzet. Tweede paal. Maar die gaat over Koem heen. Blijft de bal binnen. En dan zegt scheidsrechter: Bruns voort. Ik vind het genoeg. En zo is de ruststand 0-1 in het voordeel van FC Utrecht. En dat is bij SSC Putten tegen FC Utrecht, waar de tweede helft gaat beginnen. We weten, FC Utrecht staat voor met 0-1. Het is een kleine voorsprong voor de Utrechtenaren. Als Putten de bal aan het rollen heeft gebracht voor de tweede helft. Wel een aantal wissels natuurlijk bij Utrecht en bij SSC Putten. Want ja, iedereen wil natuurlijk voetballen. En kijken of SSC Putten deze kleine marge kan stand houden. Als FC Utrecht meteen uitkomt via de rechterkant van het veld, de eerste kans krijgt. En de schot ook maar net voorlangs gaat. Aan de linkerkant, weer even terug naar Jansen. Van der Marel, de bal naar de zijkant. En dan Hensbal. Nou, dan is hij net buiten het 16 meter gebied. Fernando Quezada met de vrije trap. Komt de bal voor en het doelpunt wou ik zeggen van Jansen, maar die kopt hem net naast het doel. Hofland. Nu Antwie die de bal goed volg heeft en de kopbal geen vaart genoeg heeft. Jansen vindt Rosheuvel. Ja, het is moeilijk doorkomen bij SSC, want Putten speelt behoorlijk compact en ook kort op de man. Misschien dat Lessie nu wat kan met een uithaal. Nou, die gaat een beetje over het doel heen. Veel Puttenaren mee naar voren. Komt de bal voor en de doelman komt uit zijn doel en dan gaat die bal erin. Ja, maar het doelpunt wordt afgekeurd.
vanwege een overtreding op de doelman of het was buitenspel. Zo. Een harde overtreding op Lars Bakker. Wegdraaiende bal. Toch kan Utrecht in balbezit blijven met Van der Marel. Amrabat. Hij vindt in ieder geval Antwi. Antwi moet Bakker voorbij. Dat doet hij ook. Nu een goede voorzet. Komt er een voorzet en de doelpunt. Nee, niet het doelpunt. Even weggekopt door Pereboom. Ja, Utrecht toch weer in balbezit. Amrabat. Ja, Leschert aan de rechterkant. Komt de voorzet. Ja, daar stond Antwi nog. Antwi even de bal terug naar Amrabat. Probeert het, maar Van der Brinken wil het met een lange inworp gaan proberen. Komt de lange inworp, kan hij doorgekopt worden? Nee, wordt weggekopt in de verdediging. Boulouriti kan er niet bij komen. Wel Amende, die moet hem even terugleggen naar Vlietsra. Een handige beweging, Vlietsra dan met de bal naar voren. Was het buitenspel? Ja, dat was buitenspel. Het speelt in de tweede helft. We zitten al iets over halve wegen. En Utrecht lijkt met 0 tegen 1. Het is geen grote uitslag op dit moment. Dus compliment voor het punt, mag je dan wel zeggen. Goed. We moeten nog een kleine 20 minuten spelen. Utrecht leidt 0-1. Overtreding vindt scheidsrechter Bronsvoort niet. Bloekhuizen kan de bal meegeven aan Vlietstra. Amende. Vlietstra. Ja, er wordt gevraagd, maar de bal komt niet goed terecht. Kan wel binnengehouden worden door Rosheuvel. Leschert. Van der Marel weer terug naar Leschert. Ja, links ligt ruimte hier bij Rosheuvel. Heeft hij Leschert goed gezien? Jansen door de midden heen, niet goed. Kan SSC overnemen. Hofland. Ja, wil door zijn tegenstander heen. Dat lukt natuurlijk niet. Nu de bal bij Van der Marel. Handig binnendoor. Twee man kwijt. Nu naar de kogel. Ja, er zit Vlietstra even tussen. Jansen kan dan overnemen. Weer richting de kogel. Nou, die loopt zich handig vrij. Dan komt het doelpunt. Ja! Hij draait goed bij zijn tegenstander weg. En zo wordt het in de 26e minuut van de tweede helft wordt het 2-0 voor FC Utrecht. Kerk. Amrabat. Ja, nu wel de ruimte bij kop van Haller. Opnieuw de hoekschop vanaf de rechterkant. Nu Haller met de kopbal, maar die verdwijnt dan. Probeert het buitenom bij de Bruin. Komt de bal goed voor. Komt de vrije trap voor. Kopbal! Zo in de handen van de doelman. Toch een goede kans weer voor Utrecht. Jansen. En komt dan de 3-0. Nee. Van der Brink, die de bal weg kan spelen nu naar de linkerkant van het veld. Steekt de grensrechter de vlag in de lucht, maar ik geloof niet dat dat buitenspel was volgens mij. De Lange naar de rechterkant. Ja, daar ligt nu wel ruimte. Penalty. Ja, dat is een penalty. Dat kan hij missen. Nou, 80e minuut. Kant 0-3 worden. De kogel. Nou, daar komt de kopbalonskogel zeker. Nee hoor, netjes beheerst, ingeschoten door Leon de Kogel. Zo wordt het 3 tegen 0. Maar de kogel draait weer goed bij zijn mannetje weg. Antwi. Nou, nu een goede voorzet. Ja, goede actie, redding van de doelman. Komt de bal ingedraaid, half weggewerkt. Vliesra kan hem dan verder wegwerken.
Helsdingen. Helsdingen langs de man heen. Goed, nu misschien wat ruimte voor Putten. Even door het midden heen. Diepe bal aan de rechterkant naar Chris Kane. Ja, een duwtje is net voldoende. Ik kan de bruine bal meenemen, Vliestra. Ja, probeert de bal diep te spelen aan de linkerkant van het veld. Maar ja, die kan niet binnengehouden worden. En levert dat voor Utrecht in ieder geval de doeltrap op. Ja, nu kan de bal pas gegeven worden, want er is geen buitenspel meer. Ja, nu is er niemand die doorloopt. Van der Marel. Nou, balletje binnendoor is doorzichtig. Kan Putten weer overnemen. Hofland, handig de bal weg. Ja, dan krijg je een duwtje en dat van Letschitter, dat is net genoeg. Komt de bal richting 16 meter, niet weggekomen. Vliestra. Ja, de Bruin kan er niet bij komen. De Lange zit ertussen. Kopbal winst voor Amrabat. Maar Pederboom kan weer overnemen. Ja, die probeert het maar eens een keer met de schot. Maar die gaat een meter of vijf naast. Die voorsprong brengt. En we hebben nu nog 3 minuten officieel te spelen. Misschien een minuutje blessuretijd. Ik denk niet dat het veel zal zijn. Maar goed, 3-0 is voor Putten helemaal niet gek tegen deze Eredivisieploeg FC Utrecht. Nu probeert het nog een keer een aanval op te zetten. Nu met Quesada die de bal hoog voorzet. Maar dan komt de doelman Broekhuizen uit zijn doel voordat de kogel gevaarlijk kan worden. En kan dan de bal makkelijk onderscheppen. Is snel gebeurd. Nu ligt er dan ruimte aan de linkerkant van het veld. Bij Rosheuvel. Rosheuvel moet even rustig terug naar Jelle de Lange. De Lange wordt opgejaagd. Dan weer terug naar Rosheuvel. Zo stoort Putten wel aardig vroeg. Quesada probeert doorheen te komen, lukt niet, wordt even geblokt. Dan geen overtreding, kan Putten eruit komen als de bal diep gespeeld wordt naar Dimitri Jollo. Maar de Heus is snel uit zijn doel. Antwi nu binnendoor. Jansen, nou probeer het maar eens. Nee, wacht op hulp, krijg je wel maar via Pederboom gaat de bal over de achterlijn heen. Quesada komt zich daar vermelden. Komt de bal voor, wordt ingekopt. Nou, net naast het doel. En hij zegt, Bronsvoort, voor mij hoeft het niet meer. En zo wint Utrecht dit oefenduel met 4-0. Even vragen hoe de heren erover dachten. Erik, jij bent een paar weken geleden begonnen en ik las een artikel in de krant van de eerste training hebben ze hier behoorlijk iets van je laten lopen. Ja, dat geloof ik niet. Dus de krant ligt? Nee, ik zeg niet de krant ligt, maar de borm gaat nog wel ietsje hoger. Dan weet je de speler waar ze toe zijn in ieder geval. Wat vond je van die wedstrijd vandaag? Ja, prima wedstrijd. Goede accommodatie, goede tegenstander. Twee teams die elkaar in een barrel laten. Ja, we hebben het net over. Beide ploegen die zijn fit van het veld gekomen. Natuurlijk vermoeid, maar wel fit. En dat is denk ik doelstelling nummer 1. Twee is dat wil je natuurlijk inslijpen. Een bepaald spelsysteem, een bepaald spelstijl. Ja, dat is zo'n eerste wedstrijd. We kunnen constateren, de intentie is hartstikke goed, heel veel enthousiasme erin. Er gaat al nog heel veel verkeerd. En dat is logisch in deze fase van de voorbereiding. Nog reden genoeg om een aantal dingen te corrigeren? We hebben nog een paar weken om verder te werken. En dat zal ook hard nodig zijn. Maar nogmaals, dat is hartstikke logisch in deze fase van de voorbereiding. Bert, voor jou een hele vroege wedstrijd eigenlijk in het begin van het seizoen. Spelen ze net bij elkaar, nog lang niet allemaal, we zijn nog een avond met vakantie. Maar hoe is jouw eerste indruk op deze wedstrijd? Nou ja, kijk, het belangrijkste was, wat Erik net ook zegt, is de boel fit houden. En ervoor zorgen dat het publiek een waardige wedstrijd te zien krijgt. Uiteindelijk weet je dat het natuurlijk gaat om de voorbereiding van FC Utrecht. En dat het voor ons belangrijk is om onze eigen spelers een keer aan het werk te zien. Sommige jongens kennen elkaar nog niet eens met voornaam, omdat de selectie totaal nieuw is. En jongens uit I, jongens uit de tweede die hebben meegedaan. Ja, ze zitten langs de kant te kijken van wat kunnen ze brengen in zo'n wedstrijd. Nou, in één ding hebben we vandaag sowieso geleerd en dat is verdedigen. Nou ja, maar dat is ook heel erg, want we wisten van tevoren al eigenlijk, want Utrecht moet gewoon de betere ploeg zijn. Je kreeg wel kansjes in het begin, maar de beste kans kwam in de 27e minuut voor Putten, geloof ik.
vooraf had ik gezegd tegen dit soort tegenstanders, wel hoofdklasse, die kunnen wel spelen vanuit een bepaalde structuur en organisatie, maar dan willen we op de nul spelen. Dat hebben we gedaan, we hebben één kans weggegeven uit de spelervatting en dat mag niet. Dus dat is wel een puntje van kritiek. Verder heb ik heel veel kansen voor ons gezien, ik heb ze niet allemaal genoteerd, maar het was ook duidelijk en ook dat is weer logisch na zo'n week dat de scherpte voor de goal daar ontbreekt, net de eindpas, dat er net de finesse ontbreekt, allemaal logische zaken, maar ik denk dat als we iets effectiever zijn, dan kan de score ook iets hoger worden. Dat had bij dus toch gekund, want een paar ballen gingen net voorlangs, net gevloed, of dat hield SSC in de wedstrijd eigenlijk, hè? Ja, dat niet alleen. Ik denk dat ook Manuel natuurlijk, hij is klein verstuk, maar ontzettend groot in handelen. En die heeft een paar prima ballen er ook uitgehouden. En, ja, weet je, en dan zie je dat zo'n achterhoede ook een beetje mee gaat groeien. Ja, dan groeit het elftal een beetje mee. Hoe lang je de nul weet te houden, dan word je nog niet moe. Maar je weet ook dat je na die 1-0 moet je even goed bij de pinken blijven. Concentratie is dan even weg, een treurmomentje. Nou, maar goed, dan hebben we ons goed herpakt wat dat betreft. Maar we zijn wel een paar keer door het over de naald gebroken. Dat klopt ook, een paar keer door het over de naald. Het laatste 20 minuten, toen ging het echt lekker lopen, want toen voelde nog 3 van de mooie goals. Ja, voor de tegenstander natuurlijk nog moeier. Daar hebben wij van geprofiteerd. En je kunt het zelf wat makkelijker maken als ik naar de score kijk, maar voor mij zijn het niet het belangrijkste. Voor mij is het belangrijkste de intentie waarmee we voetbal hebben. Hoe je opbouwt, hoe je aanvalt, hoe je verdedigt, et cetera. Iedereen heeft daar een taak en een functie in. En daar moeten we aan slijpen. En dat moeten we de komende weken gaan doen. En voor jou, Bert, ja, het is leuk gedeeld, want ook weer FC Utrecht, niet één van de mindere. Genoten vandaag op de bank? Nou, dat is nog niet klaar, we krijgen ze nog uit. Wist jij dat, Erik? Ze zijn van harte wel. Moet de datum maar even afgesproken worden, dan gaan we verder. Nee, kijk, dit is mooi binnen de zomer. Je ziet er iedereen, kijk, het seizoen is iedereen even moe, voetbalmoe. Maar als je ziet hoeveel mensen er vandaag zijn, iedereen is ook weer blij om elkaar te zien. Er komen mensen uit de hele regio weer een wedstrijdje kijken. Utrecht doet een klantenbinding vandaag. Ik weet zeker, ik mag Erik een beetje volgen op afstand, die absoluut in staat is om dit elftal heel ver te gaan brengen. Alleen in het tempo wat hij gaat bepalen en ze laten de druk niet opvoeren. Maar wij doen ook ons ding, wij laten de druk ook niet opvoeren voor volgend jaar. Ik heb huiswerk naar vandaag in de goede zin van het woord en dat zal de trainer ook even mee zien. Goed, Erik en Bert, ik wens jullie beiden heel veel succes. Jij in de Eredivisie, Erik, met je nieuwe ploeg, maak er iets moois van. Want Utrecht thuis is altijd lastig, zeg. Al was het afgelopen jaar niet helemaal zo. Maar ik wens je heel veel succes. Ja, je mag het zeggen. Ja, maar ook is het wel. Oké, dit mag uit ook. Ik wens jullie beiden heren heel veel succes. En het gaat jullie allebei heel goed. Dankjewel.